Een goed gevulde topsporthal krijgen we dit jaar niet te zien tijdens de IFAM Atletiek Meeting. Het grootste indoor atletiek evenement van België kan ondanks corona wel plaatsvinden. Al is het met een aantal aanpassingen. Het verloopt wel vlot, maar natuurlijk is het enorm aanpassen. Met die coronamaatregelen hebben wij heel wat aanpassingen moeten doen. We hebben een coronatestcentrum moeten inrichten. Alle atleten hebben op voorhand een PCR-test moeten afleggen, die dan uiteraard negatief is, zodat er niemand binnenkomt die ook maar enige mogelijke besmetting heeft, want de mensen zijn hier wel dichter in contact. Daarnaast is het ook enkel voor elite nog maar toegelaten. Dus normaal hebben we een heel ruim programma, met een nationaal programma, met heel veel atleten. Dus dit jaar is dat enkel voor die elite, die happy few om het zo te zeggen, die mogen deelnemen. Dus dat is echt wel een andere setting als dat wij gewoon zijn. In maart vindt het Europees kampioenschap indoor plaats in Polen. De Gentse hordeloopster Eline Berings is nog niet geplaatst en heeft in Gent de kans om zich te kwalificeren. Daarvoor moet ze op de 60 meter horde een tijd lopen van 8 seconden en 10 honderdste. Maar bij de tweede horde gaat het fout. Bering struikelt en moet opgeven. Ja, een beetje samenloop van omstandigheden, maar ik ging volledig in de fout en op de tweede horde. Ik bleef heel hard alleen met mijn voet er tegen hangen en ik was helemaal uit balans en dan stopte het. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ook echt wel moeite had met de temperatuur vandaag. En ik voelde dat mijn lichaam zich wat inhield en denk dat ik daardoor ook in de fout gegaan ben. Dus het is jammer, maar goed, dat hoort erbij. Volgende week op het BK in Louvain-la-Neuve krijgt Berings nog een laatste kans om het EK te halen. Berings is intussen 34 en dacht vorig jaar aan stoppen. Maar door corona besliste ze om toch nog een jaartje door te gaan. Ze wil zich graag nog eens tonen. Alles staat in functie van de Olympische Spelen, dus dat is voor mij ook het belangrijkste. Natuurlijk hoop ik van EK indoor goed te zijn en daar nog te geraken, maar het allerbelangrijkste voor mij is de Olympische Spelen. En tot daar zal ik er alles aan doen om daar top te zijn en om mijn beste niveau te halen. En zoals ik zeg, de winter verloopt moeilijk, ook omdat ik een moeilijke voorbereiding heb gehad zonder stages. En dat voel ik ook, maar ik geloof nog altijd in mijn kunnen en ik geloof nog altijd dat ik sneller kan lopen dan die 18 die gevraagd wordt om het EK te halen. Dus ik ga er blijven voor gaan.